Goedemorgen, middag, avond, wanneer je dit ook kijkt. Dit is de energie voor week 48. En ik heb een kaart getrokken uit het deck The Enchanted Map van Colette Baron Reid. En ik heb de eerste kaart uit het deck getrokken. En dat is de Bone Collector. En op de afbeelding zie je een oude vrouw die in een soort medicijnwiel zit en allerlei botjes om zich heen heeft verzameld. En ze zit daar glunderend te kijken. En zij laat ons weten dat in onze kern wij heel en compleet zijn. Heel en verbonden zijn met alles wat er om ons heen is. Zij laat ook weten dat deze week gaat over het herkennen van je eigen overlevingsmechanisme, over jouw conditioneringen. En ze nodigt je uit om op het moment dat je getriggerd bent of dat je heel snel reageert, om jezelf af te vragen, is dit een reactie vanuit het nu? Ben ik helemaal aanwezig in het nu? Of is het een reactie vanuit een overlevingsmechanisme? Vanuit een reactiepatroon zoals je dat altijd doet. Zulke reactiepatronen ontstaan als we jong zijn. Binnen ons gezin van herkomst of binnen het gezin waar je opgroeit. En als kind zijn we tenslotte afhankelijk van onze opvoeders en ouders om te overleven. En uit liefde voor onze ouders gaan we dingen voor ze dragen, op een bepaalde manier reageren. Want als kind weet je natuurlijk ontzettend goed dat als je op een bepaalde manier kijkt of als je iets zegt, hoe je ouders zullen reageren. Dus daarmee ontstaat het patroon. Als ik heel lief kijk, dan zeggen mijn ouders wel ja. Als ik maar doordram, krijg ik uiteindelijk toch mijn zin. Als ik mijn vader of moeder ga helpen, dan vinden ze me lief. Dat zijn allemaal patronen die in onze jeugd en als we nog kleiner zijn ontstaan. Waar je in je volwassen leven gewoon last van kunt hebben. Want als je leert dat je altijd lief moet zijn om aandacht te krijgen, ja, in je volwassen leven is het ook wel eens goed om niet zo lief te zijn, om je grenzen aan te geven. En dat is waar deze week over gaat. Dat er waarschijnlijk uitdagingen voorbij zullen komen, grote of kleine, waarin aan jou gevraagd wordt, kun je vanuit soevereiniteit en authenticiteit reageren, zonder dat je vanuit een oude herinnering reageert. Want dat is wat er gebeurt. Als je getriggerd bent, is de kans, nou ja, ik wil zeggen groot, maar misschien is het eigenlijk wel altijd zo, dat je reageert vanuit een overlevingsmechanisme. Vanuit iets wat niet vervuld is geweest toen je klein was. En dat betekent dat je altijd vanuit een bevroren moment in de tijd reageert tijdens een trigger. Daarom is ook een van de allerbelangrijkste dingen als je getriggerd bent om niet te reageren. Om tegen jezelf te zeggen, ik heb wat tijd nodig, ik reageer niet. En dat is dan meteen een van de allermoeilijkste dingen om niet te doen. Helemaal met appen. Iemand zegt dit, je denkt, waaah! En vervolgens heb je de telefoon al gepakt om weer terug te reageren. En om dat dan niet te doen, dat is misschien nog wel een grotere uitdaging. Om jezelf de kans te geven, even de emoties te doorvoelen, te onderzoeken van oké, wat wordt er eigenlijk getriggerd? En dat zijn vaak hele basale dingen. Dat je je niet gezien voelt en niet gehoord voelt. Dat je in de kern door zo'n opmerking ineens waardeloos voelt of buitengesloten voelt. En dat zijn allemaal dingen die ontstaan als je klein bent.
Dus deze week zal vragen om meerdere keren diep adem te halen, te gaan zitten en te onderzoeken wat is er nu eigenlijk aan de hand. Wat vraagt deze situatie nu werkelijk? En hoe kan ik op zo'n manier reageren die helpend is voor jezelf natuurlijk, die helpt om eventueel een grens aan te geven en die tegelijkertijd vanuit je volwassen, soevereine stuk komt. Nou, dat is een lekkere uitdaging, zullen we maar zeggen. De vrouw op deze kaart wil je ook vertellen deze week dat jij alles in je hebt om er doorheen te komen, welke uitdaging je ook ontmoet. In je kern is alle wijsheid. Je bent een goddelijke vonk. En in die goddelijke vonk is alle informatie aanwezig die je nodig hebt. Dus ja, wat ik dan nu zo voel is dat het ook goed is om misschien wel deze week wat extra te mediteren of te wandelen in het bos. Om in connectie met jezelf te komen. Daar begint alles. Als jij in vrede kunt zijn met jezelf, breng je vrede naar de wereld. Als je in liefde kunt zijn met jezelf, breng je liefde naar de wereld. Andersom, als je in conflict bent met jezelf, laat de wereld dat zien. Dus hoe wil je dat jouw wereld eruit ziet? En welke stappen kun je zetten die je. Of niet stappen, maar wel hoe kun je reageren zoals je. Misschien normaal gesproken niet reageert. Dat je voorbij het oude patroon kunt gaan en op een nieuwe manier kunt reageren. Hoe je leiding kunt nemen over jezelf en over je innerlijke delen die misschien van slag zijn of boos zijn of verdrietig of bang zijn. Hoe kun jij vanuit jouw volwassen stukje soevereiniteit jezelf bij de hand nemen en zeggen van ja, dit is er en het is een uitdaging en het voelt niet fijn. In sommige gevallen kan je hele lijf gaan zingen als een kermis. En hoe kun je dan jezelf kalmeren, bij de hand pakken en zeggen, jij bent oké. Okay. Jij bent oké. Okay. En het leven hier in dit mensenmaatpak is zo ontworpen dat het ons uitdagingen brengt. En ook dat we die uitdagingen kunnen overleven. Ik wil zeggen overleven, maar dat is een beetje een zwaar woord. Maar dat we die kunnen tackelen. Ja. Yeah. We hebben alles in huis. Om onze uitdagingen te tackelen, om er doorheen te navigeren. En weet dat er gewoon altijd mensen om je heen zijn die je willen steunen, die willen space holden voor je, zodat jij door die fase heen kunt navigeren. En ook dat uitreiken is nog wel eens iets wat we vergeten. Wat we niet doen omdat we iemand anders niet willen belasten. Als ik zeg maar flink getriggerd ben, dan trek ik mezelf helemaal terug en lijkt de wereld bijvoorbeeld niet meer te bestaan. En dan denk ik niet eens aan dat ik iemand kan bellen. En op zo'n moment, ik heb nu in de 12 Heilige Nachtenboek van vorig jaar heb ik een EHBO-pagina gemaakt, samen met iedereen die meedeed. En die EHBO-pagina die heeft me het afgelopen jaar een paar keer geholpen. Daar zit een lijstje in met mensen die ik kan bellen als ik getriggerd ben. En zoiets van die kleine dingen kan helpen om jezelf eraan te helpen herinneren dat je niet alleen bent, dat je er niet alleen voor staat. En met een beetje steun, een beetje spaceholding van iemand anders, kun jij je eigen proces doorleven, er doorheen ademen en weer bij je creativiteit komen.
Want als er iets is wat gebeurt als je getriggerd bent, is dat je creativiteit ophoudt te bestaan. En dat je dan niet meer kunt bedenken hoe je een bepaalde situatie zou kunnen oplossen. Nou, voor deze week is het al met al een heel verhaal geworden. Ik sluit af met te zeggen dat jij een prachtig wezen van licht bent. En dat er zo ontzettend veel kennis in jou is opgeslagen die nooit verdwijnt. En het is aan ons, aan jou, om af en toe stil te worden en even je hand op je hart te leggen, tegen je hart te zeggen. Ik ben hier, ik luister, wat heb je te vertellen? Dat lijkt me voor deze week een hele mooie afsluiting. En ik zie je volgende week weer. Ik wens je een prachtige week. Bye bye!